dit ontwerp heb ik me laten inspireren. Eigenlijk weer vanuit mijn eigen inspiratie. Dat zal ook altijd zo zijn. De natuurelementen spelen een belangrijke rol. Insecten, dat zijn toch altijd deze dingen die terugkomen in mijn ontwerpen. Nou, ik heb al vaker met Jessica gewerkt. En zij heeft mij aangedragen voor deze opdracht. Ja, ik kan wel heel goed vertalen. Dus dat is wel een van de redenen, denk ik, dat ik gevraagd ben. Hoe vind je je jurk? Super. Hij wordt echt heel erg mooi. Ja. Nou, hij is heel uniek, denk ik. Hij is heel apart. En de kleurencombinatie is echt heel erg spannend. Er moet redelijk wat geregeld worden. En we hebben natuurlijk, ja, het is toch een hele lange dag. Het begint 's ochtends vroeg al om 7 uur bij de kapper. En daarna naar het strand voor foto's. En daarna naar de locatie. En dus het wordt best wel nog een klus om alles op tijd te krijgen en te regelen. Er zijn natuurlijk ook best aardig wat gasten. 150 gasten op de receptie 's middags. En dan natuurlijk pers en ja, Robert en Brink en, ja, en de jurk en alles. Ja. Het moet allemaal goed en schoon blijven. Dus ja, het is ook best wel spannend. Sowieso de ceremonie. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd naar de chocoladefontein. ja, gewoon de gasten. Alle gasten die aanwezig zullen zijn, zeg maar. Hoe die reageren op de jurk en op de muziek en ja, op de hele gebeuren, zeg maar. Dus het wordt wel een traantje wegpinken. Ja, dat zal wel moeilijk zijn om het niet te doen. Dat is wel zonder van de make-up. Weet jij wel hoe?